Nu wordt je op Black Friday natuurlijk volop verleid om allerlei nieuwe producten te kopen, maar echt duurzaam is dat natuurlijk niet. We gooien tegenwoordig veel te snel iets weg, terwijl het misschien ook nog wel gerepareerd kan worden. Om mensen hier bewuster van te maken, zijn er regelmatig repaircafés open in de regio. Hier kun je niks kopen, maar wel je oude producten weer een nieuw leven geven. We zijn hier nu bij het Repaircafé in Nijmegen. In plaats van om vandaag op Black Friday een nieuwe melkopschuimer te kopen, ben ik benieuwd of ze deze kunnen maken. Nou, wij repareren alles wat mensen hier in de buurt defect hebben en niet onder garantie gerepareerd kan worden. En de vrijwilligers die zorgen ervoor, als het kan, dat het gerepareerd wordt. Black Friday verleidt je tot het kopen van nieuwe spullen. Je gooit dan misschien iets weg wat eigenlijk nog gerepareerd kan worden. Nou, dat is eigenlijk zonde. Zonde van het geld en zonde van alles wat er gebruikt wordt. Dat is ook de reden dat we met het Repaircafé aan de slag zijn gegaan. Ja, er wordt best veel gerepareerd. Want het aanbod wat er aan kapotte apparaat is, als je de grote getallen bekijkt in Nederland, wordt ongeveer 60% kunnen we repareren. En die 40%, daar weet je dan ook zeker van die kan naar de dag toe. Ja. En dan gaan we eventjes kijken naar deze hier. Nee, daar doen we wel eigenlijk. Maar ik heb de volgende. Oh! Zo. Hartelijk. Ja, dat komt door die camera. Ja, dat vind ik. De camera is goed. Is de stroom uitgevallen? Nou, is de stroom hier in de kamer uitgevallen? Toen het licht weer aanging, konden melkopschuimen opengemaakt worden. Fabrikanten gebruiken vaak schroeven waarvan de meeste mensen geen schroevendraaier hebben. Je kan dan het apparaat zelf niet openen en koopt sneller een nieuwe. Bij het Repaircafé hebben ze deze gelukkig wel. Ruik eens. Oh ja. Kijk eens. Oh wow. Hier kun je zien, die is zwart. En hij stinkt helemaal naar verbrand. Dus ik denk dat hij hier een kortsluiting in heeft zitten toch. Helaas zijn er elementen helemaal doorgebrand en behoort mijn apparaat tot de 40% die niet meer gered kan worden. Het voordeel is wel dat ik nu weet dat de melkopschuimer echt kapot is. Heb je zelf iets wat je wil laten repareren? Dan kun je het hele jaar terecht bij een repaircafé bij jou in de buurt. Hier in Hatert is het één keer per maand. Maar in elke buurt is er een repaircafé op een bepaalde dag open. En dat is bewust voor elk repaircafé een andere datum gekozen. Dus eigenlijk kun je elke week wel ergens iets inleveren.